Jonas Vingegaard nog altijd in de gele trui. Maar jullie hebben nog geen ritzegen op zak. Is dat iets wat stoort? Ja, het stoort toch wel. Want je bent gewoon gewend. De laatste etappekoers die ik allemaal gedaan heb, hebben we al zoveel gewonnen. Dat je denkt van ja, dat is een 1-2'tje dat we zeker een rit winnen. Maar ja, tot nu toe is dat door omstandigheden niet gelukt. Dus dat is zeker jammer. Maar van de andere kant, het prioriteit heeft om de Tour te winnen. En dat gaat voor alles. En ja, en als dat de kosten gaat van een ritzegen, ja, dan is het zo. Het verandert niet jullie koerswijze? Nee, niet echt. Zoals gisteren hebben we wel Wout zeg maar, in de ontsnapping gehad en die kon zijn kans gaan. Dan kun je zeggen, ja, dat was misschien niet helemaal richting de gele trui het allerbeste om te doen. Maar ja, van de andere kant zet je zo ook toch weer een bepaalde druk op de rest. En dat is ook voor Wout dan. En we winnen daar het ploegklassement ook mee terug. Dus, en even kans om de rit te winnen. Alleen Wout Poels was zo sterk gisteren. Dat was gewoon verdiende winnaar. Er zijn twee beproevingen waar nu iedereen vooral naar uitkijkt. Dat zijn de tijdrit naar Combloux. Toch een hele zware tijdrit. En de rit naar de Col de la Loze. Waar denk jij dat de meeste verschillen kunnen worden gemaakt? Ja, ik denk de meeste verschillen toch Col de la Loze. Maar natuurlijk, morgen moet alles kloppen. Moet je de benen hebben. En het komt erop neer wie in de laatste week het beste hersteld is. Dat kun je niet zeggen. Ze lijken elkaar volledig aan elkaar gewaagd. Maar ja, morgen is misschien eentje in één keer veel beter. Dat gaan we zien. Ik moet bij mezelf zeggen van zaterdag dacht ik weer van goh, Pogacar is toch wel heel sterk. Dat lijkt mij de favoriet. En als ik dan gisteren zag hoe Vingegaard makkelijk weer een antwoord had op een versnelling van Pogacar, dan denk ik, ja, Vingegaard staat er ook wel heel sterk voor. Eigenlijk wisselde het idee van wie de beste van de twee is, daar is geen antwoord op te vinden. Ja, voor mij in ieder geval niet. Dus voor mij is het een raadsel. Jonas is super sterk, maar ja, we hebben gezien dat Pogacar net zo sterk is. Of misschien nog wel sterker de afgelopen dagen. Ik weet het niet, maar mooi is totaal iets anders weer. Het is een tijdrit na een rustdag. Dat maakt het extra speciaal. En ook nog een klimtijdrit. Dus dat is ook bijzonder. Gaan ze van fiets wisselen of niet? Dat soort zaken. Gaat het regenen? Ze voorspellen misschien ook nog wat regen morgen. Dus dat maakt het ook extra spannend. Dus ja... Mooie dag om naar uit te kijken, denk ik morgen. Ja, en wat jullie tactiek de laatste week lijkt, is vooral op de uitputtingsslag spelen. Vooral proberen Pogacar zo moe mogelijk aan de laatste beklimming te krijgen. Dus jullie gaan er toch eigenlijk vanuit dat Vingegaard de langste adem heeft? Nou ja, we gaan, dat is zeker een iets wat speelt. Maar ik denk op zich ja, is Pogacar wat explosiever dan Jonas. En dat hebben we ook gezien de laatste week. Dat met name als hij gedurende de rit kan herstellen en zich kan focussen op die laatste klim, dan is hij gewoon super explosief. Dus dat is zeker een ding. En van de andere kant is Col de la Loze natuurlijk een fantastische rit voor Jonas. Het is op hoogte. Misschien ietsje in zijn voordeel. Maar ja, morgen is eerst een tijdrit en daar moeten we goed erin rollen.